Welkom bij de Daily Business Boost. Mijn naam is Aramiek en ik neem je in deze show mee in mijn ondernemerswereld. En ik help jou door het delen van de beste tips en tricks om je business dagelijks te laten groeien. Vandaag is jouw tijd, dus let's get louder. Yes. Ja, een hele goede morgen. Goedemorgen. Dames en heren, kijk eens wie we daar hebben. Wat geweldig, wat een bliksembezoek zeg. Zo is het. Wat goedemorgen, wat fijn dat je er bent, lieve Eva. Ja, ik ben er weer. En dankjewel voor de uitnodiging. Ja, natuurlijk, super. Want we hebben je natuurlijk afgelopen maandag gemist. En je hebt aanstaande zondag iets fantastisch gehoord hebben. Dus ik dacht, weet je, niks is leuker als zo iemand als Eva opeens langskomt. En het verhaal ga ik vertellen hoe laat ik hier was en wat we ineens de hele studio hebben opgebouwd. Maar geweldig dat je er bent, lieve schat. Dankjewel. Zo'n eer. En ze heeft iets bijzonders met zich mee. Als voorloper voor aankomende zondag gaan we het straks over hebben. Dames en heren, van harte welkom. Hier, Rianneke zegt. Goedemorgen Eva, je haarkleur is anders. Wordt al opgevat. We gaan alles over vertellen. We gaan zo meteen alles over vertellen. Dus blijf vooral hangen, blijf vooral hangen. We zijn meteen in de studio gedoken. Dit is zo ontzettend leuk. En yes, dankjewel Rianneke. Geweldig dat je er bent. Ook mijn podcastluisteraars. Yeah, jullie zijn de bom. En terwijl ik dat aan het zeggen ben. Yes, 1, 2, even kijken. 1, 2, 1, 9. Ik ga hem even opschrijven. 1, 2, 1, 9, 6. Ja, qua voorbereiding is vandaag echt een bijzonder mooie dag geweest. Want we hebben dit binnen 5 minuten voorbereid. Anyways, zoals iedere dag, wil ik je bedanken voor het luisteren en de cijfers met je doornemen. Want de podcast is meer dan 12.169 keer gedownload, lieve schatten. Dus dankjewel. Ik krijg iedere dag berichten, ik krijg iedere dag zulke leuke reacties. Dankjewel, lieve podcastluisteraars. Lieve livekijker, geweldig dat je er bent. En yes, bij Clubhouse blijf ik hangen op 2.200 volgers. Dus we moeten iets doen. Dus de 6e dag achter elkaar, Eva. Ja, ik herken het. Het stagneert een beetje. Een beetje. Als je die lijn ziet bij mij, dat doet een beetje pijn. Dus, dus voor iedereen die denkt, waarom groei ik niet? Nou, weet je? Ik zeg altijd, verhoog de volume van je aanwezigheid. Dus dat komt helemaal goed, don't worry. Maar dat is standaard wat we altijd in het programma doen om je even op de hoogte te brengen waar we zijn. Zoals je met het proces meegaat, dus ook het proces van Eva. Want let op, ze heeft iets fantastisch vandaag. Bam. Het nieuws van de week. Het nieuws van de week. Je hebt iets meegenomen. Je hebt zoveel leuke dingen te vertellen. Kom maar erin, lieve Eva. Nou, als je me volgt op Instagram of LinkedIn natuurlijk. Ik zit niet voor niks naast de LinkedIn-goeroe van Nederland. Ik heb daar een filmpje gemaakt over hoe kan je een dummy voor dummies. En een dummy is eigenlijk een nepboek. Want jullie weten wel misschien dat ik bezig ben met een nieuw boek over online presenteren. En dat ga ik met veel bombarie in de etalage zetten. Maar ja, het is er nog niet. Het moet nog gedrukt worden. Dus vandaag heb ik in ieder geval een dummy bij me van hoe het boek eruit gaat zien. Vlammy hier, laat maar zien. Ja, zelfs Vlammy, lieve jongen. Fantastisch. Dus dit is hem. Ja. Kijk. Zo gaat hij eruit zien. Mooi fotootje op de achterkant. Prachtig. En in 10 stappen online presenteren. Geef je beste presentatie ooit voor live online publiek. Oh, wat heerlijk. Mooie heb jij, titel. Volgens mij heb jij, moet ik jou nog een fles Prosecco geven? Heb jij bedacht? Geweldig. En trouwens, Aramiek heeft het voorwoord geschreven. Is niet boven te tellen. En ik sta op de achterkant van het boek, dames en heren. Ja hoor. In deze versie niet helemaal. niet vertellen. In de enige versie die hier is. Dus die ga ik heel goed. Ja, de quote van Aramiek is: Eva is de master van online presenteren. Niet alleen omdat ze de theorie kent, maar ook omdat ze zelf het beste voorbeeld is. Exactly. Aramiek Arbian, nummer 1 LinkedIn-expert van Nederland. Yes, yes. Ja. Dankjewel. Nee, dankjewel. Jij bedankt. Ik heb echt de eer. Ik sta en in het voorbeeld en in de achterzijde. In deze dummy natuurlijk. In de echte versie staat iemand die nu op nummer 2, 3 staat. Niet zo'n grote expert staat daar op de achterkant. Nee, gaan we niet over misschien hebben. Moet ik het weer terug Hij is bij. Fantastisch. Nee, schat. Dat is helemaal cool. Dus dames en heren, mag ik jullie applaus voor de magical Eva. Want dit is veel te cool. Dit is echt heel leuk. En Eva, gewoon even tussen jou en mij. En again, we hebben echt, normaal gesproken kom je hier rond uur of 9:30 kunnen we even nog kletsen. Serious, dit is de eerste keer dat ik je nu spreek in rust. Hoe voelt het nou, zo'n dummy? Ik ben jaloers op. Je laat zeggen 22 februari 2022 moet dan komen. Komt jouw boek. Weet je, dan komt mijn boek. Maar hoe voelt dat nou zoiets? Dat voelt... dat is een stap dichterbij. Het voelt nog niet als het echte ding. Nee, want dat weet ik uit ervaring. Want okay. Ja, jongens, dit is dus gewoon een stukje zachtbord met een printje erop geplakt. Maar
Kijk, als je dus ook reclame gaat maken, dan is het natuurlijk wel tof, ook al met foto's en dingen, dat je iets vast kan houden. Dus dit is echt een voorbeeldje van pak je podium, maak van een drol een taartje. Het is er nog niet, maar wat kan je dan wel doen? Hè? En dat heb ik dus in dit geval. Heb je dat gedaan? Ik bedoel, ja, wat doe je dan als het van een drolletje naar taart toe? Wat doe je dan? Nou, dus je moet echt even dat filmpje sowieso kijken, want ik heb een TikTok filmpje ervan gemaakt. Maar in wezen heb ik er gewoon even een printje gemaakt en opgeplakt op een stukje zachtbord. En ik ben altijd iemand die het podium pakt en dan tegelijkertijd ook de behind the scenes laat zien. Hè. Ik ben ook heel erg van, kijk, dat wat jij doet met net die getallen noemen, dat is ook het proces delen. Ja. En daar gaat dit eigenlijk ook over. Dus ook gedurende de weg ergens naartoe, en je bent nooit klaar, deel je altijd die stapjes. Alles kom is heel veel felicitaties binnen. Bij ach, wat leuk, dank jullie wel. Van Rita, van mijn ouders zeggen, we zijn trotse ouders op jullie. Lief. Mijn vader is vandaag jarig, dus lieve papa, 65 jaar. Lang zal die leven. Papa is jarig, goed zo. En ik zie Nathalie zegt toppers, Nathalie Salders, Helen zegt leuk. Geweldig filmpje. Dus hoe ben je aan het idee gekomen terug om dat dummy verhaal om mensen in je proces mee te nemen? Waarom is dat zo belangrijk? Nou, daar ben ik vooral. Dat doet niemand. Ik bedoel, ik ken heel weinig mensen, auteurs, die gaan zich, weet ik wel, 3 maanden ergens opsluiten en daarna denken ze, hey, ik heb een boek, koop hem, zeg maar, soort af. Kijk, nou, het is sowieso geweldig dat jij mij die vraag stelt, want bij jou was ik natuurlijk echt als allereerste zonder dat er nog een letter op papier stond. Echt heel fijn en bijzonder dat jij mij die kans ook hebt gegeven. En waarom heb ik dat gedaan? Omdat ik ook de hard way heb geleerd wat er gebeurt als je het niet doet. Als je dus op die zolderkamer blijft zitten en in je eentje Remy de Pemi aan je werk zit. Je geeft je ziel en zaligheid, maar niemand weet het. En niemand ziet het. Niemand ziet het. Dus als jij dan wacht tot het klaar is en dan pas stop je al die energie. En ik snap het hoor, begrijp me niet verkeerd, want I've been there. Dus ik heb nu een grote mond, want ik mag het al voor de 3e keer doen. Maar als je dan naar buiten komt en het is zoiets persoonlijks waar je zo je best voor hebt gedaan, en dan krijgt het niet de aandacht die het wel verdient. Ja, dat is best wel pijnlijk eigenlijk. Dus daarom weet ik nu door schade en schande hoe belangrijk het is om alvast mensen mee te krijgen in die missie, zodat je er niet alleen voor staat. Als je best wel, het voelt, nu ga ik echt even grote taal uitspreken, maar het voelt best wel naakt als je dan zo naar buiten komt, alsof je ego een beetje aan de buitenkant zit. Hè? Je voelt heel kwetsbaar. Je hebt net iets gemaakt. En als daar dan niks op komt, dan voelt het ook heel pijnlijk. Het is alsof je gewoon hebt gewoon leren dribbelen. Je hebt 3 jaar lang hebben geprobeerd te dribbelen tot 100, tot 1000. En je komt het stadion binnen en je denkt, dribbel 1000. Ja. En er is één iemand zo het gras aan het maaien. Die kijkt, wie ben jij? Koek, ja. Dus daarom zou ik het je wel echt aanbevelen om wat je ook doet, om toch, ook al is het eng, wel die stap naar buiten te wagen, alsjeblieft. Absoluut. Ik krijg zoveel felicitaties. Ik kan ze niet eens. Rita zegt gefeliciteerd. Rita zegt gefeliciteerd met de verjaardag van mijn vader. Ja. Mooi gezien, great. Rianneke zegt, ja, ik vond het geweldig dat filmpje. Briljant in elkaar gezet. Nathalie zegt, zo waar, goed advies. Dus even over dat naaktheid gesproken. Want natuurlijk heb je strategisch besloten. Hoeveel mensen hebben Tess gelezen? Ik doe die community, holy peep. Ja, 275. 275. Ja. Vanaf het eerste moment dat je bent begonnen. Vertel over dat proces. Ja, dus er zijn ook mensen natuurlijk naderhand bijgekomen die bijvoorbeeld bij hoofdstuk 5 binnenvielen en die konden ik zag van week hoofdstuk 8 of 9. Ja, dus nu heb ik de hoofdstuk 9 hoofdstuk gedeeld. Hoofdstuk 9, zie. Nu komt zondag dus de, mag ik dat al zeggen? Wat? Nee, niks. Wacht wel. Wacht. En wacht even, maak ik nog een leuk dingetje van. Hij moet eerst afgelopen voordat ik hem doe. Dan gaat hij hier naartoe. Dus dan gaan we dit erop zetten. Dan mag jij het gaan vertellen. Dan maak hem sexy. Oeh, ja. Ik. Want Eva is deze week de influencer van de week. Wat heerlijk. Dat is toch wel een eervolle titel die je me dan geeft. Hebben jullie trouwens het decor van Aramiek al gezien? Even applaus voor. Yeah, applaus voor Chantal. Chantal, die heeft goed. Het gemaakt. Dat is echt hartstikke cool. Influencer van de week, die dank je. Die hoed zet ik even met veel plezier op. Zondag, dan ga ik voor het eerst mijn boek presenteren. Oh. Deze versie. Hè? En hoe komen we daar? Met de bus? Nee, wat was jouw vraag? Kijk, dit kan gewoon gebeuren, dat je gewoon de vraag niet weet. Maar de vraag gewoon, wat wilde je ook alweer weten? Ja, maar die testlezen, zoveel mensen die me testlezen hebben gedaan. Ja. Toen zei, mag ik alles aankondigen? Nee. Ja, tuurlijk. Dus na het event, op zondag, wat dit wilde ik zeggen? Dit is zo ingestudeerd, jongen. Alle vragen zo goed ingestudeerd. Nou, lijkt net of ik de bus heb gemist. Ja. Ik zat hier al over. Maar na het event krijgen mensen dus het laatste hoofdstuk 10.
En mensen zijn dus helemaal meegestapt. En 275 testlezers hadden zich aangemeld. En kijk, zeer actieve community. Heel actief. Ik kan niet zeggen dat natuurlijk misschien alle 275 alles van kop tot kop gelezen hebben. Dat is ook helemaal oké. Okay. Er zijn mensen die super fanatiek zijn. Die mega waardevolle commentaar hebben gegeven. Er zijn andere mensen die misschien één hoofdstuk zijn. Nou, ik vind het best. Maar het was super fijn om zoveel steun te ervaren en ook te weten voor wie je het doet. En er kwam echt, want heel veel mensen vragen, ja, wat doe je daar dan mee? Heel veel. Zo, echt jongens, veel. Luister, mensen hebben uren geïnvesteerd zonder grap. Ik bedoel, ik weet dat Helen, ik zag een heleboel feedback van Helen binnenkomen, ze is toevallig online. Ik zag, mensen gaan echt lezen. Ik bedoel, dat was eigenlijk mijn initiële vraag, van die naaktheid, door niet te delen. Een duur, voelt dat voor jou ook alsof dat proces samen is gaan? Voel je dat ook? Want ik zag ook op een gegeven moment een filmpje dat je zei van, ja, sorry jongens, ik zit hier met een writersblok, of je noemde het anders. Zeg van, ik zit vast volgens mij. Wat doe je dan? Of hebben jullie suggesties? Ja. Want dat heb je ook gedeeld in de groep. Ja. Vond het echt briljant. Ik had natuurlijk een grote mond. Dus ik had zeg maar een foto van hoofdstuk 1 met zo'n flikkerende cursor. En dat was dan, ik ga op nummer 1 van managementboek. Weet je, dat stond nog niks. En toen had ik die testlezers, had ik ook nog niks. Hè? Maar wel al mensen die, kom maar op dan met je grote mond. En toen moest ik hoofdstuk 1... nog beginnen. En ook toen ik het voor het eerst ging mailen... Toen dacht ik ineens, wat heb ik nou gedaan? Was het nou wel zo'n goed idee? Want misschien vinden ze het wel helemaal ruk. Ja. Maar nu ervaar ik dus die naakte kwetsbaarheid in een veel eerdere fase. En voelt het dus ook weer, heb je dat stukje ook alweer gehad in plaats van, straks komt de doos. Hoe ga je het voor het eerst bekijken? Dus daarom is het ook eigenlijk fijn. Heel slim. Ja. Dus wat je hebt gedaan, je hebt de pijn en schaamte en al die dingen wat erbij hoort, angst, dat weet ik veel, naar voren gehaald in de testfase, zodat je dat al gevoeld hebt. Dus eigenlijk heb je een try-out met heel veel repetities gehad, voordat je eigenlijk straks over een maand de bühne over gaat. Maar dat betekent dus niet dat er geen pijn en schaamte is. Zeker. Maar het is gecontroleerd. Het is gecontroleerde ontploffing, zeg maar. Je weet dat die komt. In een beklein groepje, een beschermd groepje. Ja. En dus mijn advies zou zijn, doe dit vooral na. Maar ik vind het zo mooi dat je dat ook op die manier gewoon neerzet. Want dan eigenlijk ben je continu jezelf vanuit een geregisseerde plek aan het neerzetten. Ja, maar wat grappig. Ja, je hebt gelijk. Maar ik ben zelf iemand die niet super geregisseerd is. Je bent zo dapper, zegt Helen. Wat lief van je, Helen. Maar ik ben dus... Oh, kijk, op het moment dat ik vastzit, dan deel ik het. Want dat helpt dan, hè? Dit moet je horen. Rianneke zegt, ik vond het vooral ook zo bijzonder dat je zoveel mensen in beweging hebt gebracht voor je boek. Ah. Echt grote, actieve groep. Dat is zo knap. Dank je. Dat soms besef je dat ook niet helemaal, hè? Maar dat is... Je zal ze maar in je woonkamer hebben of in de achtertuin hebben zien. Je zou zomaar die gunfactor krijgen gewoon, hè? Je zou zomaar dat gewoon moeten ontvangen. Ja, inderdaad. Ja, oké, take it in. Gewoon, take it in, baby. Ja. Let the magic play. Oké, en dan heb je die testgroep. Het mooie vind ik natuurlijk, dit is ook met de mailings die daarna gaan. Dus je meldt je aan als tester. Dan krijg je iedere week de volgende hoofdstukken. Op een gegeven moment ben je een weekend weggegaan. Ja. Je bent vrijdag, zaterdag, zondag weggegaan. Waarbij vrijdag was een speeldag. Netflixdag, speeldag, zaterdag ben je gaan knallen. Op een gegeven moment vertel je, ik zit vast. Wat was de rol van de community voor jou naast het feit dat ze feedback gaven? Naast zeg maar de initiële rol van, jongens, hier is hoofdstuk, vertel me wat. Heb je daar bijvoorbeeld troost uit gehad? Heb je daar steun aan gehad? Heb je daar support als in eromheen? Dus niet per se letterlijk, oké, je hebt hier een spelfout gemaakt. Nee, dus bij zeker. Mij zou het echt dus zo ik zijn. Zat die ochtend, zaterdagochtend, was ik vroeg wakker geworden. En toen kwam de zon op en ik zat dus aan de kust. Toen ben ik een duinwandeling gaan maken. En toen was ik ook zeg maar off the beaten track. Ik bedoel, mensen, ik kon het parkeerterrein nog zien liggen. Maar goed, ik was voor mijn gevoel al heel erg out in the open. In de wilderness. Ja, in de verte kon ik zo'n buizerd voorbij zien vliegen. En toen zat ik daar dus in zo'n duinpan. Het was 7:30 ochtends. De zon kwam op. En toen ben ik ook live gegaan in de testlezersgroep. Van nou jongens, ik ben hier en ik ga mijn best doen. En dan zei ik ook van, nu ben ik even op Instagram. Als je mij op Instagram ziet, dan ben ik dus niet aan het schrijven. Dus zeg dan ook, Eva, wat doe je hier? Ja. En het feit dat je dan tegen iemand aan kan praten en dat je dan even een paar lieve reacties terugkijkt. En dat je ook weet dat je niet kan sjaken. Met de kandidelenpartners kan je niet onderuit. Je kan niet zeggen, ook vandaag ga ik spelen. Ook morgen ga ik spelen. Niemand weet dat. Nee, 275 mensen staan gewoon te wachten op je. Dus je weet van, ik wil elke week een hoofdstuk versturen. En je weet van, ik wil dan en dan moet het af zijn. En er zitten mensen mee te kijken. Dat geeft ook steun inderdaad. Ja,
Mooi. Ja. Want nu gaan we naar het eerste hoogtepunt. Zeg maar. Je hebt het gefaseerd. Je gaat het gefaseerd doen. Want dan is het aanstaande zondag is er iets bijzonders, wil ik je over vragen. Maar die, ook die ga je weer prachtig opbouwen. Wil je daar iets over zeggen? Ja. Wat gebeurde zondag? Wat zijn je plannen? Hoe ga je het uitrollen? Want uiteindelijk, dames en heren, even zonder grappen. We zijn hele goede vrienden met elkaar. Grappig rollen, al die dingen. Maar uiteindelijk gaat het, hoe creëer je zo groot mogelijk impact? Dus hoe zorg je dat je boek op nummer 1 komt? Ja. Dat we minimaal 1500 van gaan verkopen. En hoe zorg je dat je dus als expert wordt gezien? Zien. Naast alle moeite die we doen in die implementatie, al dingen, onthoud één ding. Grootste doel, grootste verlang van Eva was vanaf het begin al, zei Aramiek, ik wil op nummer 1. Dus als ik hem daar naar terugdraai, hoe ga je dat? Want nu komt het, want het boek is af, maar komt ergens op 25 april, wordt het gedrukt, was ja, nou zoiets. Ja, dan komt het naar wat Nederland. Wat is de rol van aanstaande zondag? Wat ga je zondag doen? Nou, zondag ga ik het eigenlijk, gaat de soft launch beginnen. Wat betekent dat? Het is eigenlijk dat de pre-sale start. En wat je natuurlijk ook wil, is dat je eigenlijk als het boek dan eenmaal live gaat, dat je dan al een klapper kan maken. Dat je dan al weet van, nou, ik heb al zus en zoveel bestellingen en die kan ik dan doorgeven. En dat het voordeel daarvan is dus niet dat ik dat het boek dan live gaat en dat ik dan maar, godzegen de greep, moet hopen dat er dan animo voor is. Nee, ik heb nu, gun ik mezelf de tijd om alvast te zaaien, om alvast het boek onder de aandacht te brengen. En ook misschien wel, hoop dat er misschien wel bedrijven zijn die misschien meerdere boeken willen kopen en dat ik dan een training kan geven. En testimonials verzamelen. Ja, 275 mensen die dan al eigenlijk in je community warm zijn geworden. Dat is ook die een goeie. Jouw boek dat moet ik nog doen. Vertellen. Dus als je kijkt en je zit in de terzees, dat moet ik nog doen vanuit Riek. Ja, dat komt. Don't worry. Ik hou het proces goed in de gaten. En waar neemt dan zondag daarin de soft launch? Wat ga ik zelf doen? Want dames en heren, just that you know, ik heb hem hier laten rollen hieronder. Dus ze kunnen zich nog aanmelden. Zijn er nog kaarten voor zondag? Zeker. Je kunt je nog aanmelden voor de virtueel event. Pak je podium. Je kan via www.evabrouwer.tv/event kan je nog aanmelden. Ja. Wat krijgt ze zondag te zien? Nou, het is eigenlijk drieledig. Aan de ene kant zijn er sprekers die hun podium pakken. Die hebben een prachtig verhaal voorbereid. Dat zijn vertellen het zomaar sprekers? Nee, die heb ik al de afgelopen 4 maanden gecoacht. Die doen mee in het Pak je podium programma. En die komen vaak binnen omdat ze een expertise hebben en op het randje staan van doorbreken met die expertise en zichzelf ook zo naar buiten toe noemen. Ja. Maar dat is best wel moeilijk om die stap te wagen. Hè? Dus ja, we maken eigenlijk een over mij verhaal wat je voor altijd kan vertellen, wat jou neerzet als die expert. Niet alleen met je kennis, maar ook je persoonlijke verhaal. Dus je pusht ze eigenlijk het podium op, als ja, ik het zo zachtjes want ik kan jou zeggen. Natuurlijk een middagje coachen en dan loop jij de deur uit en dan ga je om die dekbed liggen. Hè? Niet jij, maar ik geef letterlijk een podium. Dus ze moeten gewoon daar voor die livestream, batterij, livestreamcamera's in de make-up, oh, bam. Fantastisch. Ja, fantastisch. Dus dat is stap 1. Maar goed, what's in it for you? Als jij daarnaar luistert, ga ik naderhand ook een soort analyse erop loslaten. Van, nou, wat hebben we hier gedaan? Wat was nou het stukje storytelling wat we hebben beautiful. Toegepast? En hoe kan jij dat doen? Nou, dat is stap 1. Stap 2 is dat ik altijd zelf mensen het podium bied. Hè? Dus je hebt altijd het zeepkistmoment dat je dus klik je op de Zoom-link, kom je bij mij in een gigantisch high groot parken. Scherm. Ja, kunnen we zelfs high-fiven op het scherm. En dan ga ik jou kort interviewen en vragen stellen. Oké, wie ben je? Wat doe je? Wat is jouw goud? En dan wil ik natuurlijk weten van, hoe kan jij dat vertellen? En heel vaak blijkt dat dat beter kan. En het is verder geen no shame in that. Hè? Ik bedoel, je bent er om te leren. Dus het is een veilige omgeving. Beter bij mij dan bij een sollicitatiegesprek, exactly. Toch? Beter bij jou dan als je de opdracht moet binnenhalen. Ja. Beter bij jou dat je een zaal hebt met vol met mensen. Of in ieder geval Zoom hebt dat je denkt van, oh shit, ik heb mijn verhaal niet goed op orde. Daarom, dus eigenlijk krijg je gratis coaching. Ja, en dat is wat het je is zegt. Een bliksemcoaching. En ik kan supersnel zo dat verhaal eruit trekken. En het is dus een veilige groep waarin je dat doet. Nou. En dan stap 3. Want dat klinkt dom, maar ik vergeet soms zelf ook wel eens mijn podium te pakken. En dit wat hier gebeurt is zo waardevol. Dat Aramiek mij vragen stelt. Dat kan je niet beter wensen dan dat iemand jou zo het podium geeft, weet je wel? Ik vind het makkelijk om aan een ander vragen te stellen, weet je wel? En het lijkt altijd of ik giga mijn podium pak. Zeker, zeker. En dat zeker. Is ook heus wel zo, maar het is een mooie staat van zijn als je vragen beantwoordt in plaats van zelf te moeten gaan verzinnen. Het is gewoon, het is gewoon heel prettig dat, hè? Ja. En in dit geval, ja, dus het draait dan ook om mijn boek. Die presenteer ik dan halverwege rond de klok van 2:30. Dus 2:30 aanstaande zondag 28. En dan ga ik daar nog iets moois over vertellen. En dan is het eerste moment daar om met een speciaal
hè, met heel veel fanfare, wordt hij dan gelanceerd. Geweldig. Ja. Geweldig. Is dat ook het eerste moment dat mensen... Want hij is er nog niet. Het is er nog niet. Is het ook het eerste moment dat mensen dat kunnen pre-orderen? Ja. Is het eerste moment? Dus dames, als je benieuwd bent hoe gaat het boek uiteindelijk eruit zien, dat is je moment om op dat moment gewoon eigenlijk je boek alvast te gaan bestellen. En dan zit er natuurlijk ook iets extra's bij. Ja. Wacht. Oh, dus dan is het ook meteen je kans om meteen als eerste op de hoogte gehouden te worden. Het boek meteen binnen te hebben. En want je weet nooit hoe hard het gaat. Voor hetzelfde geld straks als die out in de open zit, is de eerste druk alvast uitverkocht. Want dat voorspel ik namelijk. Dus je wil erbij zijn. Het zou ik ben hem aan het pushen. Kunnen. Maar seriously, ja. Als het gaat zoals wij denken dat gaat, dan krijg je dat. Dus dat is het moment dat je eigenlijk je audience in een veilige omgeving gewoon gunt om het boek gaan pre-orderen. En wat heb je bedacht om ze extra gewoon een beetje incentive te geven? Wat heb je bedacht om ze extra te gaan kietelen, te gaan geven eigenlijk, te gaan overdeliveren op het boek? Kijk, sowieso zit bij het boek al een online training die ingaat op het boek zelf. Er zitten allemaal fragmenten waar ik in het boek naar verwijs. Die kan je dan bekijken. En er zit ook een checklist bij. Dus dat is stap 1. Maar stap 2 is dat ik op mijn verjaardag, 3 mei... Ja. Moeten we straks gaan we iets over jouw verjaardag, denk ik, vertellen? Oh man, ja, zeker. Okay. Let's talk about that. Okay, maar mijn verjaardag, dan ga ik een theatrale masterclass geven. En wat betekent dat? Wat ik net zei, hè, dat het soms spannend is om je eigen podium te pakken. Voor mij is het ook altijd een struggle om weer door te gaan naar de next level. Dus ik ben van televisiepresentator naar dagvoorzitter, naar trainer, naar coach, naar spreker gegaan, naar motivational speaker. Ik ben van huis uit ook historicus. Dus ik ga nu voor het eerst ook meer van die achtergrond laten zien. En die masterclass heet Niet zo bescheiden, de kunst van je podium pakken. Dus het gaat ook heel erg over zelfpromotie. En hoe kun je dat op een manier doen? Eigenlijk het hele gesprek waar wij het over hebben is natuurlijk, hoe kan je jouw eigen product zodanig verkopen en jezelf op een manier die goed voelt? En niet salesy, cheesy, als tweedehands autoverkoper of als een keiharde verkoper. En het gaat niet eens alleen over sales, het gaat ook over zelfpromotie. Stel dat je in een organisatie werkt, we zijn niet allemaal ondernemer. Stel dat je ook in een organisatie zit en je wil naar een nieuwe functie, maar jij wordt niet gezien. Hoe komt dat? Maar dat komt ook misschien door jou. Want laat jij jezelf zien. Reken maar. Zeker. En daar wil ik eigenlijk naartoe ook in deze training. Wauw, mooi. Dus je hebt de 28 maart heb je als zijnde startschot. Dan heb je nog 3 mei om extra gewoon te gaan doen. En dat is ook eigenlijk wat je meteen aan mensen gaat geven aanstaande zondag. Ja. Dus guys, ik bedoel, als het over delivery. Je krijgt niet alleen maar de pre-order van het boek. Je krijgt niet alleen maar gratis coaching. Je kunt niet alleen maar daar je podium pakken. Je kunt niet alleen maar zien. En onthoud één ding, hè. Ik vind het zo mooi zoals Eva dat pakt. Het is niet alleen maar dat je part of the audience bent, waar je in het publiek zit, maar je leert meteen dan stop. Oké, wat hebben we zojuist gedaan? Je krijgt dus eigenlijk een soort van, hoe noem je dat nou ook weer? Als een lijken, wat moet ontleed worden? Hoe noem je dat? Anatomie? Hoe noem je dat? Dat ontleden? Niet ontleden. Als iemand doodgaat, dan ontbinden? Doe je daar een hoe noem je dat nou? Iemand is vermoord en dan gaan de Sherlock Holmes gaat er naartoe. Ja, CSI, forensisch onderzoek. Ja. Dus je gaat echt forensisch onderzoeken hoe het verhaal van iemand eruit ziet. En dan ga je ook vertellen. Ik doe betere manier om feedback te krijgen, zeker van de nummer 1 expertgroep, is er gewoon. Het is niet alleen maar, we gaan je de show geven. Nee, we gaan ook even vertragen. Laten zien van, wat hebben we zojuist gedaan? Waar kunnen ze van leren? Ook ga je ook mensen die podium pakken, ga je ook feedback geven meteen? Ja, dus ik bedoel, dus ik ben een van de deelnemers. Ja, bedoel je dus degene die mijn pakje podiumprogramma hebben gedaan? Exactly, ja. Ja, dus die geef ik. Kijk, dat is wel liefdevolle feedback. Ik ga natuurlijk niet tegen die sprekers die net 4 maanden daarop hebben geoefend zeggen, ja, nee, ik zou het toch heel anders doen. Ik bedoel, we hebben hier samen al heel hard aan gewerkt. Weet hè? Je wat het woord was wat ik zocht? Nou? En ik krijg van een gesouffleerd natuurlijk, autopsie. Oh, dat bedoel ik, ja. Ja, maar dat moet ik dus zeggen. Ja, dat is dus wel deze metafoor met een dampend lijk na het spreken. Het was echt heel ver. Hij is een beetje ongevoelig. Ja, die vond ik ook. Maar inderdaad, je gaat gewoon een pakje podium, deelnemers. Ga je daarin. Nu heb ik autopsie in mijn hoofd. Zo'n E-section doe je daarop en zo. Anyways. Oh. Nee, maar ik ga natuurlijk dus wel in die zin. Ik ga vooral de analyse erop loslaten. Ja. Wat hebben we gedaan? En wat heeft het voor jou gedaan? Hè? Wat doet zo'n verhaal met je? Even weer zo'n verhaal. Zo'n random verhaal dat je denkt, waar gaat het heen? Komt-ie. Ik had vanmorgen de schilder bij mij op bezoek. Yes. Die moest nog even één dingetje afwerken. En toen kwam mijn man langslopen. Die zei, hey Danny, weet je, dat lampje is kapot. Iets van.
Dus zou je kunnen denken van, hoezo heeft Danny, denk bij zichzelf, hoezo, wat heb ik met dat lampje te maken? Maar Danny zei, weet je dat het heel vaak zo is? Als ik er ben, dan gaan mensen ineens heel kritisch kijken naar dat stukje muur. Ja, want die lamp was al lang kapot. Valt het op. Ineens valt het op. En dat is dus precies wat er gebeurt. Als de expert langskomt. Ja. Dus voor jou is je verhaal doodnormaal. Je eigen verhaal is iets waar je elke dag langs loopt. Daar kijk je niet naar. Je pitcht je continu door iedereen. Je verhaal vertel je tegen iedereen. Ja. Totdat de expert komt die en zegt... En dan die zegt, dit is jouw goud. Dit is jouw expertise. Huh? Dit? Maar dat weet toch iedereen? Nee, dat weet niet iedereen. Dat weet niemand. Nee, je benadrukt het niet eens. Je lult er zo overheen of je besteedt er geen eens aandacht aan. En kijk, de kennis die je misschien hebt, ga ik heel eerlijk zijn, kan zijn dat die op Google te vinden is. Could well be. Maar 1000%. De combinatie met jou, je persoonlijkheid en jouw ervaring, dat maakt het uniek. Ach. Ik kijk er nu al naar. Ah, Jesus. Dus het is 28 maart, dames en heren. Check it out. evabrouwer.tv/event. Daar ga je van. Hoe laat tot hoe laat is het? Het hele event is vanaf 1 uur tot 4:30. Rond de klok van 2:30 is mijn boekpresentatie. Yes. En ik zou zeggen, je bent welkom om er heel de middag bij te zijn. Hè. Ga lekker op zondagmiddag onderuit. En allerbelangrijkste Nederlandse vraag, is het betaald of is het gratis? Het is, je krijgt het van mij cadeau. Guys, je krijgt gewoon cadeau van Eva. Ja. Doe, wat voor excuus, wat voor geldexcuus is weg, tijdexcuus is weg. Oh, ik word niet gezien is weg. Oh, het is niet een... En again, als je Eva een keertje in een event hebt meegemaakt, dan weet je, het is zo interactief als het maar kan. Het is echt niet alleen maar dat ze andere mensen het podium laat pakken. Door zelf podium te pakken, door jouw continu bij betrekken, wordt het een ontzettend interactieve, dynamische uit. Dus het is niet, ga niet denken, oh, net als al die suffe trainers, wat ik heel vaak zie. Klik, 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 klik. Dat je denkt van, oh, na 10 minuten val ik in slaap. No way. Dus ben jij op zoek naar inspiratie? Wil je het feedback krijgen? / wil je podium pakken? Maar vooral wil je zien hoe dat in zijn werk gaat? Guys, weet je, geldexcuus, tijdexcuus al weg. Ik zou me aanmelden via www.eva.tv/event. Zorg dat je gaat kijken. Ik zeg altijd, het is ontzettend waardevol om de master aan het werk te zien. Het feit dat je al kan zien hoe Eva dingen doet, het feit dat je, daarom ga ik ook kijken, uiteraard, vanuit ook oog van marketing en training, dan kan je zoveel dingen leren. Want echt, echte masters laten hun beste werk altijd zien als ze eenmaal gewoon spotlight erop zit. Dus ik vind het echt vet. Ik vind het zo cool dat je het ook op deze manier gebruikt. Want kijk, ik krijg heel veel reacties natuurlijk. Sorry guys, ik vergeet af en toe jullie. Yes, wat mooi hoe je het beschrijft dat iedereen uniek is en toegevoegde waarde heeft. Zegt Saskia. Saskia Cruz, geweldig. En Maxime zegt, ja, ik ben erbij hoor, superleuk. Hey, super. En daar ben je gewoon bij, hè, Maxime, echt waar. Ik heb haar een beetje lopen pushen. Laatst was ze bij mijn clubbaas, heeft ze haar podium niet gepakt. Ja, nu ga ik het ook live vertellen. Volgende keer gewoon podium. Pakken, pak zitten, dus Maxime, dat die kan dat als de beste. Je wil ook eens een dagje rust, maar ja, precies. Ja, laat deze ze letterlijk. Podiumprinses. Ja. Anyways, geweldig, geweldig. En is het? Ja, we hebben tijd. Je hebt je laptop meegenomen. Ja. Toch? Ja, guys, ik heb me absoluut niet voorbereid, just that you know. Maar ineens zie ik een laptop en dacht, ja, verdorie, dat had ik haar gevraagd natuurlijk. Wat ga je aan ons voorlezen? Want weet je, ik vind dit proces is zo prachtig om aan zijkant mee te maken. Dus ik wil je graag, wat heb je voorbereid? Wat wil je gaan voorlezen? Want dit vind ik zo vet. Nou, ik dacht, net zei je ook van, oh jongens, ik wil even weer met jullie connecten. He, dat is het leuke, dat wij hebben samen een gesprek, maar we zijn ook in een groep. He. Dus absoluut. Dat is het mooie. Dus ik dacht, ik neem het hoofdstuk overtuigen vanuit verbinding. Ach, mooi. Dat je dus mijn boek gaat over online presenteren. Dat je dat ook continu doet met de bril op. Hallo, hoe connect ik weer met het publiek? Ik sta hier niet alleen maar een hengeltje uit te gooien. Maar je wil ook... Yes, dus dames en heren bij deze. Eva, hoeveel hoofdstuk is dit? Dit is stap 9. Stap 9, oké. Ga je gang. Ik heb de testlezers deze week in hun inbox gekregen. Ga je gang. Okay. Ik geef een online training over online presenteren. Als ik een grap maak, blijkt het... Oorverdovend stil. Iedereen heeft zijn geluid uitstaan. Dus ik voel me een mislukte comedian die niet zijn beste avond heeft op het toneel. Badabing, tsch. Zijn we allemaal blij? Mag ik wat duimpjes zien? Roep ik. Ik zie 20 duimpjes omhoog gaan in het scherm tegenover me en lachende gezichten. Gelukkig. Iedereen heeft het naar zijn zin. En ze doen weer lekker mee. Presenteren doe je nooit alleen. Anders kun je net zo goed onder de douche gaan staan met je verhaal. Het gaat er natuurlijk om dat je jouw publiek bereikt met je boodschap. Hoe blijven mensen geboeid luisteren en gaan ze aan de slag met de inhoud? Nou, de zin hiervoor geeft het antwoord al. Stel vragen! Ja! Als iemand een vraag hoort, gaan de hersenen meteen werken. Oh, ze heeft het tegen mij. Ik moet iets doen. Je kunt een vraag niet beantwoorden, nee, zeggen ze. Precies, in je hoofd gaat dat al gebeuren. Hè? En inderdaad, het grappige is dat je dus niet daadwerkelijk antwoord hoeft te geven om er toch actief mee bezig te zijn. En hoe stel je normaal gesproken een vraag?
Dat weet jij. Hoe stel je een vraag? Geen idee. Door met je stem omhoog te gaan. En een pauze te laten vallen. Want als ik vraag, hoe stel je een vraag nou door een pauze te laten vallen? Dan heb ik geen echte vraag gesteld. Dus je moet durven heel even weer... En hoe fucking moeilijk is dat? Dat is spannend, hè? Oeh, dat Flamie, is... ga je meedoen? Ja, volgens mij laat je wat vallen. ik vind het spannend. Een van de moeilijkste dingen om te doen. En het is niet omdat ik heel snel praat of heel snel dingen wil doen. Maar ik ben altijd bang als ik het moment dat ik stilte laat vallen... Dat ik kan niet tegen Doe stilte. Doe eens stil, stel mij eens een vraag. Hoe laat je in godsnaam de stiltes op de juiste manier vallen? Het is fucking spannend. Oh, je gaat het toch weer. Ja, natuurlijk. Ja. Dat bedoel ik. Snap je? Dus dat stukje is echt voor mij, zeker omdat ik heel snel, en mijn hoofd gaat gewoon natuurlijk alle kanten op. Het is echt oefenen. Dat is echt trainen. Dat is niet makkelijk. Nee, dat is niet makkelijk. Makkelijk geschreven, dat wil ik benadrukken. Ja. Ja. Het is ontzettend mooi geschreven. Maar in de praktijk, Jesus. Ja, maar ik ben net als jij, hè. Ik ben ook wij zijn allebei... Dus het is voor mij ook tegennatuurlijk. Hoe was dat? Ja, wij zijn gewoon energy. Dus we willen ook geven. Ja. Je denkt van stilte is een moment niet gegeven. Maar mensen hebben gewoon ook tijd nodig om iets te processen. Dus het is voor mij ook in wezen tegenintuïtief. Ja. Om even mijn mond te houden. Maar goed, doordat je daar continu van bewust bent, komt het uiteindelijk in je systeem. Ja, oh, je krijgt zoveel mooie dingen. Maxime zegt, je vertelt zo heerlijk beelden, ook als je het over geschiedenis vertelt. Ja, oh, Ewa, geschiedenis, kunst, ik kan daarvoor wakker maken, absoluut. Stilte laten vallen ook, zegt Helen. En Hendrik zegt, ik kan prima vragen negeren als ik dat wil. Ik krijg geen antwoord als ik dat niet wil. Oké, fine. En yes, Helen zegt ook een goede tip voor podcasting. Een vraag stellen in je verhaal. Absoluut. Ja, natuurlijk. Zeker. Ja, dat vind ik wel goed. Want vaak zit je... Kijk, Aramiek heeft een hele interactieve show. We mogen ook gelukkig aanschuiven. En hij praat... Het feit dat je continu die reacties ziet... dat dwingt jou ook om steeds weer bezig te zijn met de ander. Maar goed, als jij gewoon aan het strijken bent... en je podcast aan het opnemen bent... dan kan je gewoon in je eigen verhaal verdwijnen. Zal ik jullie wat vertellen? Dat is mijn nummer één reden geweest dat ik al 5 jaar niet podcast. Want dat was mijn beeld. Oh, ik moet gewoon gaan zitten. Ik moet of mijn iPhone aanzetten à la Ilko of à la Celine Johnson onderweg. Of wat dan ook. Die grote voorbeeld die al 5 jaar aan het podcast. Dat wil ik. Ik vind helemaal niks aan. Ik heb publiek nodig. En toen ik dacht van, hey, dan kan ik een modus bouwen. Net als hier. Ik heb gewoon een hele entertainment show opbouwen. Zodat ik dat op die manier kan doen. Ineens viel het bij mij. Oh, had ik dit 5 jaar geleden bedacht. En dat is mooi, want dat heeft veel meer die radiofeel dan alleen maar zenden. En overigens zijn er natuurlijk ook prachtige podcasts die zeker die altijd die interactie zoeken. Maar goed, als je gewoon een heel goed verhaal vertelt. Kijk, ik lees Harry Potter nog steeds voor. Ben nu in boek 5 beland. Ja, dan heel af en toe vraag ik Rijk ineens. Dan zeg ik, want wie kon er ook weer een hond veranderen? Sirius Zwart? Oh ja, inderdaad. Dus dan test ik ook weer even van, is die wakker of zo? Ja. Maar goed, ja. Wat cool. Ga maar door. Sorry voor de onderbreking. Okay, nee, en we hebben zelfs onze geweldige vrienden uit Spanje. Richard is er ook. Buenos dias. Buenos dias. Somos internacional. Oh, ga door. Nee, ik kles van wat. Somos internacional. We zijn internationaal. Oké, komt er nog een. Business coach Janneke traint de juiste money mindset bij ondernemers. Ze doet mee aan het Pakje Podiumprogramma om te werken aan haar eigen lezing, zodat ze kan spreken over haar expertise. In een online masterclass vraagt ze het publiek hoe hun ouders vroeger met geld omgingen. Ze geeft even bedenktijd en peilt een aantal reacties uit het publiek. We horen aan de ene kant hoe het is om op te groeien met schulden. En aan de andere kant hoe de buitenwereld naar je kijkt als je uit een rijk gezin komt. Door deze vraag krijgt iedereen beter inzicht in zijn eigen situatie. En het is dus juist die tijd die ze elke heel even heeft gegeven, waardoor we allemaal kunnen reflecteren en waardoor het eigenlijk nog nuttiger wordt. Ook een online beleving, ook een online event is een beleving. Jouw publiek is onderdeel van de ervaring en wil betrokken zijn. Iedereen wil gehoord en gezien worden, ook al zit je verstopt achter een webcam. Je bent dan wel de spreker en mensen zijn gekomen om jou te horen, toch draait het niet om jou. Probeer niet zo slim mogelijk voor de dag te komen of zoveel mogelijk boeken te verkopen naderhand. Kom om te geven. Nou, dit is toch wel jouw cup of tea ook, hè? Absoluut. Absoluut. En om daar een aanvulling te geven. Online training, absoluut. Maar ook, ik vind een Clubhouse ook een online training.
Ja. Overal waar jij voor de microfoon staat en je verhaal doet. En Clubhouse wordt nu steeds meer, zeg maar, van hype is het een beetje aan het trainen aan het veranderen. Dus er komen veel meer mensen erbij. Wat merk ik dus nu tegenwoordig? Veel meer pitches, veel meer sales, veel meer verkopen. Ja, is ook wel. Het begint nu ineens, verandert zeg maar het vrijgevige, het intieme, verandert nu in massaproductie. En dat is het allergrootste gevaar voor wat je ook doet, dat je in een massaproductiemachine gaat veranderen in plaats van een geefmachine. Want uiteindelijk geeft een geefmachine veel meer credits. Uiteindelijk werkt een geefmachine veel beter ook door de universele wetten die daarmee te maken hebben. Dus ik vind het prachtig. Ja. Prachtig. Ja, dus 9e stap, dames en heren. Ja, ik kan en wil je niet... de rest lezen? Download hem even. Dat kan nog via evabrouwer.tv/testlezen. Of, nou ja, dat kan. Je kan ook natuurlijk gewoon zondag naar het event komen. Yes, ik zou gewoon lekker naar het event komen. En ga je ook bijvoorbeeld, ga je ook een winactie doen? Ga je ook iets doen zondag? Of gaan we nu ook iets verzinnen? Gewoon dat vind ik eigenlijk wel goed. Kijk mensen, daar is Aramiek natuurlijk echt de koning in. De koning in dit soort acties bedenken. En jij bent ook heel goed in lange lijnen bekijken. Hè? Kijk, vroeger, dus niet eens zo lang geleden. Als ik dan zo'n evenement had, dan kon ik eigenlijk niet verder kijken dan het evenement. En het kost best wel wat jaren ondernemerschap of online ondernemen om je spanningsboog lang genoeg te maken dat je energie overhoudt voor de rest. Dat vind ik altijd heel moeilijk. Maar jij hebt altijd al... Jij bent echt een schaker of zo in dit... toch? En ik vind het allerleukste. Want ik vind event is altijd het midden van iets. En daarna juist 20% is het event. Maar ik kan me heel goed voorstellen als jij denkt aan een event... Je eigen event. Dat event dan, en dan klaar. Dan kan je even niet verder denken dan dat, toch? Ja, maar goed, winactie. Nou ja, ik vind dat een heel goed idee. Ja, wat gaan we doen? Wat gaan we doen? Ja. Meteen een wedervraag, dan hoeft zij het niet te beantwoorden. Ja. Ik denk, dames en heren, als jij gewoon aan het kijken bent. Als jij denkt van, hey, dit vind ik vet leuk. Als jij aan het luisteren bent. Of als je denkt van, nou, ik ga dit verhaal op Instagram zetten. Ik ga jullie gewoon lekker op taggen. Wat je dan kan krijgen. Want kijk, dat is een programma, dat heet Eva. En we hebben nog niet genoeg nadruk erop gelegd. Dat heet... Live met Lef. Ik vind hem zo'n fantastisch programma. Dank, het is 11 video's. Even uit mijn hoofd. Ja, zoiets. Ja. 11 video's. Luister, dan heb je zo'n prachtig mooi programma. Het is zo'n waardevol iets. Ik weet nog dat we toen het voor het eerst keer lanceerden, dat er zoveel massaal is gedaan. Dus wat ik zou doen, het is nu dicht, je kan het nergens krijgen. Als je het leuk vindt, als je denkt van, hey, ik vond deze podcast, deze live uitzending, ik vind jullie geweldig. Weet je, maak een screenshot, maak een whatever you want to do. Deel het op Instagram, deel het op Facebook, deel het op LinkedIn. Tag mij en Eva erbij. Dat is wel handig. Dan gaan wij samen de volgende keer. Want ze is gewoon, weet je, vriendin van de show noem ik dat altijd. Ik vind het zo cool. Dan gaan wij volgende week gaan we gewoon een aantal winnaars uitkiezen. We gaan drie pakketten. Drie keer live met Leef gaan we gewoon weggeven. Yeah. Voor de allerleukste die het podium pakt. Toch? Ja, want dat heerlijk. Was het. Want vorige keer toen je deze uitdaging aan Marianne gaf, is ze echt een week lang niet gaan slapen. Ze is echt overdag van, oh jezus, ik heb me commitment gegeven. Dus dat werkt ontzettend goed. Maar ze deed het wel. Ze heeft niet gaan slapen. Ze heeft een mooie post gemaakt. Absoluut. Ja. Dus maak een opvallende post. Zoals Marianne daarvan. Maak een opvallend iets, zodat je dit prachtige programma gewoon kan winnen van Eva. Want ik vind hem een van de beste programma's die ik ooit gezien heb over live gaan, over moed tonen. Maar vooral, hoe doe je dat nou echt praktisch? Stap voor stap dat te doen, want ik vind hem echt een fantastisch mooi programma. Dus als je denkt van, hey, dat is iets voor mij. Ik ben een zondag sowieso, maar ik wil ook dat prachtig mooie programma winnen dan bij deze. Doe gewoon mee, zet het op Instagram, LinkedIn. Deel deze uitzending of deze podcast. Je kan het via iTunes, via Spotify, kan je makkelijk daar in je stories gaan delen. Want weet je, we kunnen niet genoeg, en dat is altijd mijn ding, we kunnen niet genoeg delen van expertise van mensen die een hoofd boven het maaiveld uitsteken. Want Eva had net zo goed, en die zeg ik achter haar rug, dan zeg ik in haar hoofd, zeg ik in haar gezicht. Je kunt ook als expert gewoon heel low profile gaan, want alle excuses zijn er. Thuiswerken, alle onzin verhalen waar we nu allemaal mee te maken. Dat kan ook. Ik zie genoeg mensen dat doen. Maar juist diegene in deze tijd investeer in een boek uitgeven. Seriously. Een boek schrijven. Weet je hoeveel uur tijd dat kost? Weet je hoeveel gezeik en hoofdpijn? Ik kan me niet anders worden. Er zit er prachtig mooi bij. Maar geloof me, hier zit een heel verhaal achter. Maar daar, ik hou van experts. Ik hou van leiders die op die manier, juist in deze tijd, een hoop boven het maaiveld uitsteken. Alleen al daarom wil je deze uitzending delen. Alleen al daarom. Het feit dat je dan toevallig een mooi programma wint, is al mooi meegenomen. Maar dat is het. We ondersteunen te weinig. We steunen te weinig. We supporten te weinig leiders in ons midden. Echte leiders die opstaan en doen wat het daadwerkelijk nog is. Schrijf van een boek. Holy peep. Deze tijd is echt, lieve schat. Ik ben zo trots op je. Het is zo'n genoegen dat je dan in onze community komt, iedere keer gewoon zo prachtig gaat voorlezen. Dankjewel. Zijn er andere dingen dat je over zondag wil vertellen? Voordat we naar de item van
Inmiddels zijn we bijna een uur bezig. Dat je twee... Ja, het vliegt altijd voorbij. Dit vliegt echt heel hard. Zijn er dingen dat je over zondag wil vertellen? Zijn er dingen... Oh, kijk. All right, great. Richard zegt, stel me even voor aan Eva. Dan kan ik haar taggen. Fantastisch. Richard, die kan haar gewoon taggen door apenstaartje Eva Brouwer op LinkedIn te zetten. Dan pakt het. Ook al ben je tweede graas. Maar bij deze, Richard Costa Blanca Spain. Maar ik wil graag met jou linken, Costa Brouwer. Hoi dat, Ries. Ja, ik heb het geregeld even voor je. Ja. Ik heb het geregeld. En straks, ik heb nog een planning staan. Echt een hele goede vriend van mij, waar Richard en hij samenwerken. Bas, die ga ik ook later online interviewen over hoe zij in Spanje met... Oh. Ja, ze zijn een prachtig mooie business. En Bas is een van de... Ik hoop dat je dit doorgeeft, Richard, aan Bas. Bas is een van de grootste gevers die ik ken. Iemand die onbaatzucht... Oh, die man is prachtig. You're gonna love that interview with him. Dus Ries, geef Bas alsjeblieft een dikke knuffel. En yes, bij deze ben je voorgesteld aan Eva. Dus goed dat je je podium pakt, Richard. I'm proud of you, man. Echt geweldig. Ik zal het een keertje hebben over de tijd dat wij naar Chinees gingen. Met Richard, Bas, Jan, zijn business partner. Het wordt een interessant samen verhaal, met Chantal en de meiden, jongen. Echt, het was buiten 40 graden. Echt, binnen gaan zitten. Lekkerste Chinees ooit. Dus dat was echt... ik proef hem nog steeds. Anyway, back to this story. Aanstaande zondag. Geef je laatste push ervoor. Nou, ik wil vooral... Kijk, ik bied het podium, hè? Dus mensen kunnen dan bij mij in de uitzending komen en eventjes dat even, hè, dan interview ik je. Dat geeft dus hetzelfde gevoel wat Aramiek bij mij doet. Super fijn om op die manier iets te kunnen vertellen over jezelf. Het is soms wel lastig van, ja, wat zeg je dan eigenlijk? Maar oefen het. En ik krijg vaak mailtjes van, ja, hoe moet ik me dan voorbereiden? En ik weet niet of ik er al klaar voor ben. En dat vind ik altijd wel mooi. Maar dan denk ik, daar hoef je helemaal niet klaar voor te zijn. Het is gewoon een gesprek tussen jou en mij. Ja, er kunnen mensen meekijken, maar wat kan er misgaan? Ik ben nieuwsgierig naar jou. Ik vraag en het levert je wat op, namelijk wat is mijn expertise? Ja. Hij normaal gesproken dus 100.000 euro's voor moet geven. Bij ja. Is allemaal, ze gaat zichzelf weer naar beneden. Maar seriously, als je het echt van de master wil gaan leren, is geen excuus. Okay, dus ik wil je echt uitnodigen van, ook al denk je van, nou, ik weet het nog niet, meld je in ieder geval aan en kijk dan ook op het moment van, ga je op die knop klikken, dat kan je nog op het laatste moment bedenken, maar ik wil je echt uitnodigen om dat te doen. Ja, kleine stapjes. Meld je gewoon aan via www.evabrouwer.tv/event. Dan ga je nog beslissen het hele weekend. Ga ik live zijn? Dan ben je live. Dan ga je daar beslissen. Wil ik het podium pakken? Dan wil je dat. Allemaal kleine stapjes. Ga niet meteen zeggen, oh, ik durf het niet, dus laat maar zitten. Kleine stapjes. Met kleine stapjes eet je een olifant. Met volgende mensen. Maar dat is wel hoe je dat ben doet. Ben Chinees ook. Ben Chinees, ja. En ik zie hier net, ja zeker, Bas zit naast me, knuffel terug. Oh, fantastisch. Amigos daar uit Spanje, fantastisch. En ja, voordat ik naar de blessing van de dag ga, inderdaad, we hadden het over volgende week woensdag. We gaan volgende week woensdag als eerste aankondiging die we gaan doen, lieve ja? Eva. Ik heb de website helemaal niet klaar liggen, maar weet je, je knalde hem erin. Ik heb aantal hele dierbare vrienden. Echt, ik noem ze altijd de soulmates, de zielenmaatjes, heb ik gevraagd om mijn verjaardag met mij te gaan vieren. Niet zomaar vrienden, expertvrienden. Dus we gaan aanstaande woensdag gaan we iets doen wat ik nog nooit heb gedaan. We gaan hier de hele dag van 10 tot 5 gaan we hier live. En alle beste experts die ik ken, alle liefste, alle beste, de meest integere experts die ik ken, van wereldniveau, van nationaal niveau, heb ik uitgenodigd. Waarvan Eva natuurlijk, oh, absoluut, absoluut een van die prachtige mooie experts. Dus blok alvast je agenda. Eva hebben we bij deze aangekondigd, maar er zijn nog 4 andere prachtig mooie zielen die hier komen vertellen. Met mij de hele dag gaan we geven. Het wordt echt een geefshow. Van 10 tot 5 gaan we alleen maar geven. Zowel via livestreaming als op Clubhuis gaan we een mega, mega verjaardag show gaan geven. En de naam ga ik nog niet. Misschien moet ik de naam. Nee, de naam ga ik nog niet vertellen. Want de promo moet nog aan beginnen. Maar bij deze weet je, lieve luisteraar, lieve kijker, dat volgende week woensdag van 10 tot 5 dat we live zijn. Eva komt ook gezellig bij. Vlammen is er ook. Yes. Nog een aantal mensen. En helaas, dit is niet toegankelijk voor iedereen. Dus ik heb een aantal mensen bericht. Ja, kan ik er ook komen? Want die hoorden van, het spijt me. Dit is een private space. Het is komen gaan van mensen. Het is echt strikt alleen maar om live te gaan uitzenden. Om jou te gaan geven. Om echt met die experts die er zijn. Again, Eva is daar hoofd van. Is echt de bedoeling om jouw dag, om jouw leven, om je business, om je persoonlijke leven. En wat je aan het doen en naar het volgende level te gaan brengen. En aankomende dagen, dan zal ik stukje voor stukje gaan onthullen wie het allemaal... Ik ga niet meteen de hele line-up aan je vertellen, maar het zijn de beste van de beste. Mensen voor wie ik mijn hand in het vuur steek. Mensen voor wie ik achter hun expertise sta. Mensen voor wie ik echt diepe buiging en respect heb. Inmiddels zijn we vrienden van elkaar geworden. Dus dat wordt zo'n magische dag. Volgende week woensdag 31 maart. En we gaan echt. Ik heb een prachtige, mooie knalafsluiting beloofd gekregen van Eva. Dus zij gaat. We gaan met champagne. Weet je, guys.
het wordt een prachtig mooi iets. We gaan geven, ik ga ze vragen. We gaan op Clubhouse, we gaan op livestreaming. Dus we maken daar een mega, mega, mega show van. En ik heb een aantal geweldige weggevers voor je. Het wordt echt een mega, mega ding. Dus weet je, bij deze, Eva heeft het al soort van voorgezegd. De naam komt, de promotie komt, de vier dingen komen al wel. Maar weet je, blok volgende week woensdag 31 maart in je agenda. You wanna be there. Gewoon alleen al om te zien, alleen maar om te horen wat al die experts aan jou te geven hebben. Want ik heb ze gevraagd, just that you know. Ik heb dit gevraagd aan ze om ze met alle beste tips te komen. Oké, het feit dat ik jarig ben, great. Wat ik heb gevraagd als cadeau, kom met je allerbeste tips. Laten we dat aan onze community gaan geven. En op die manier gaan we die dag met z'n allen tot een hele mooie, prachtige mooie 31 maart 2021 maken. Ik heb er heel veel zin in. Ja, ik ook. Ik kijk er echt mega naar. Ik ook, ik ga even aan mijn tips werken. Yeah. En Helen zegt, klinkt als een cadeau voor jezelf ook. Absoluut. Ja, exactly. Ik wil gewoon de hele dag cadeaus ontvangen in de vorm van educatie. Want mensen vragen bij mij, ja, wat wil je hebben, al dat soort dingen. Ja, ik heb echt rondgekeken. Mensen hebben Chantal zitten spelen van, wat wil hij? Echt enige vorm van mij wat werkt is educatie. You know, echt gewoon seriously. Of het nou boeken zijn, of het nou dvd's zijn, programma's. Dat is het enige wat ik leuk vind ook. Snap je? Dus je maakt me niet blijer dan die dag gewoon aanwezig te zijn. Je maakt me niet blij om daar gewoon te zijn met je energie. Je maakt me niet blij om gewoon aanwezig te zijn, verjaardag met hem mee te gaan vieren. Vandaar dat idee. Dat gaan we knallen. En waar ben ik? Yes, we gaan naar de Blessing of the Day. Yes, ik de wil mooie je als eerste bedanken Chantal. Op zo'n korte termijn dat je dacht van, je hebt moeten schakelen met de schilder, je hebt moeten schakelen met thuis. Het is maar zo fantastisch. Maar ik ben altijd liever, blij dat ik hier ik mag komen. Ik vind het heerlijk, heerlijk, heerlijk. En ik ga hem gewoon de Blessing erin gooien. The Blessing of the Day. De Blessing of the Day, natuurlijk met de 62 gloednieuwe kaarten. By the way, zijn er weer 62, 61. Want laatst heb ik eentje weggegeven. 62 prachtig mooie kaarten. Wil je hier meer willen weten? Check hieronder mixmediafan.nl. Volg Chantal op Chantal Meester via LinkedIn. En nu gaat Eva ja, ik heb ze ook. Een mooie kaart. Ja. Ik heb ze ook. I'm a fan. Kom maar, kom maar, kom maar, kom maar. Die. Let's see. Oh, dit is wel interessant. Sometimes you just need to disconnect and enjoy your own company. En dan zie je een plaatje van een madammeke in een bad met een bubbels en een boek. Oh, prachtig. En dat staat op in Bridget. 10 stappen online. Oh ja, die staat er gewoon op. Ja, gewoon, die is gewoon jouw boek aan het lezen. Daar staat Bridget Jones Diary. Dat is natuurlijk een favoriet. Ja, dat is een hele mooie, Chantal. Daar ben ik blij mee. En sometimes you just need to disconnect and enjoy your company. En weet je wanneer we dat doen? Na zondag. Yeah. Dus vandaar dat de maandag, want dat was maandag afgesproken met Eva. Ik heb gezegd, maandag ga je even rust nemen. Kom maar gewoon hier vertellen. Heerlijk. Yes. En check it out. www.mixmediafan.nl. Zorg ervoor dat je dat je kaarten gaat kopen. En by the way, dit is gewoon van jou. Weer, again, as always, dat is de kaart van jou. Die mag je lekker mee naar huis nemen. Oh, echt? Dat is een ritueel, absoluut. En ja, lieverd, ik wil je bedanken. Top. Dit is zo vet. Dus misschien moet je straks in bad. Dit is wel een mooie herinnering aan mezelf. Ja, exactly. Je was hier. En dames en heren, mag ik gewoon zeggen, want dit kan ik alleen maar deze keer zeggen. Ik sta achterop gewoon op het boek van Eva. No matter what, later dan zie je het andere boekje. Dat is gewoon echt gewoon, dat andere boekje is niet zo heel waar. Is niet de echte eerste. Is niet de echte. Ik sta op de eerste echte achterop het boek. Ik vind het zo vet. Dankjewel. Voor de eer. Dankjewel ja, dat je hier was, lieverd. Echt, ik wens je heel veel plezier. Ik ben er uiteraard zondag live bij. Ik vind het geweldig dat je dit gaat doen. Ik wens je heel veel plezier. En ja, morgen hebben we een van de sprekers, een van de podiumdeelnemers hier. Barbara komt hier. Dus de stemcoach. Die gaat ons alles vertellen over de kracht van de stem. Hoe ze aanstaande zondag het podium gaat pakken. Ook haar podcast wat ze aan het lanceren is. Dus we gaan het morgen om 10 uur heel veel van haar horen. Uiteraard ga ik haar vragen van wat ze zondag gaat doen. Al dat soort dingen. Dus weet je, morgen is dan weer een van de adepten van Eva hier. Geweldig expert Barbara. Dus geweldig dat je er bent, Barbara. Om 10 uur gaan we weer. En even kijken. Chantal zegt, ja, dat is de favoriete kaart van Charlotte, onze jongste dochter. Oh, wat lief. Als ze die ziet, ja, absoluut, absoluut. Ze hebben allemaal hun favorieten. Rianneke zegt, ja, cool. Dus dankjewel, lieve kijker, lieve luisteraar. Het was weer een waar genoegen. Dit was het verrassing bezoek van de one and only Eva Brouwer. Ik wens je echt ontzettend veel succes. Het was me niet waar genoeg. Dankjewel, lieve schat. En Flammy, echt, die is gewoon een teken. Thanks. Lieve kijkers, lieve luisteraars, maak er een prachtig mooie donderdag van. Dit was het vanuit de studio's uit Hoofddorp, moet ik altijd zeggen. Jij zei vroeger uit de studio's uit Utrecht. Hoe heb je afgekondigd bij RTV Utrecht? Weet je dat nog? Dan meestal, en dan het weer. En dan het weer. En dan was het, dat was het weer. Morgen, de volgende U Vandaag, met daarin. En dat heb je net gezegd, de teaser. En dan fijne avond. Maar dan zeggen we nu een fijne dag. Fijne dag, lieve schatjes. Prachtige afsluiting van Eva. Joe! Dag allemaal. See you later. Dankjewel voor het luisteren naar mijn live show. Geweldig.
Wil je een keertje nou live bij mijn live show aanwezig zijn? Dat kan. Elke dag om 10 uur ben je van harte welkom via LinkedIn Live, Facebook Live of YouTube Live. Je vindt me als je mijn naam intipt in de zoekbalk op LinkedIn, Facebook of YouTube. Ben je nou erg leergierig? Wil je nu je business laten accelereren? Download dan nu helemaal gratis mijn e-book met de allerbeste 100 social selling tips op www.dailybusinessboost.nl. Zoals ik altijd zeg, wij zijn ondernemers. Wij zijn de kracht van de economie. Maak het verschil, iedere dag, iedere uur. En tot de volgende keer. Yeah, tot de volgende keer, dames en heren. Eva, heel veel succes zondag. Dag. See you later. Mooie dag allemaal. Tot morgen.